רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה Hey allemaal, we gaan vandaag een mooi liedje doen van een singer-songwriter, activiste uit Israël. Ze heet Yael Dekkelbaum en ze heeft een prachtig mooi lied gemaakt en het heet The Prayer of the Mothers. En dat is, zingt ze samen met Joodse en Arabische vrouwen en het is een gebed om vrede, zeker actueel, in verband met de toestanden in de Gaza nu. Er is in naar aanleiding van de vorige oorlog in Gaza is er in Israël een vrouwenvredesbeweging opgericht die heet Women Wage Peace en die willen druk zetten op de Israëlische regering om daar eindelijk eens iets fatsoenlijks te doen. Een beetje, ja. In 2016 hebben ze een mars gemaakt, een mars gelopen met 30.000 Joodse en Palestijnse vrouwen. Een mars op Jeruzalem om hun eisen erbij te zetten. The Prayer of the Mothers is dus, zoals gezegd, een lied waarin de moeders vragen om vrede. Omdat ze niet willen dat hun kinderen nog langer blijven lijden door de oorlog en de bezetting. Het lied ging eigenlijk de hele wereld over. Het werd veel gezongen in de vrouwenbeweging. En ook in Europa en in Amerika. 9 maart komt Yael Dekkelbaum in Amsterdam in de Vondelkerk om daar te praten en te zingen. De moeite waard, lijkt me. Nou, ik heb de bladmuziek in 2 verschillende toonaarden, CF en GC. En ik heb er ook nog een tweede stem bij gemaakt die ik erbij zal leveren als jullie die bladmuziek bestellen. Nou, het is niet zo heel moeilijk. Deuntje, ik zal het eerst eens even voor jullie gaan spelen. 2 stukken, waarvan het eerste stuk herhaald wordt. En op het einde nog 1 keer terugkomt. Er staat -3 boven, maar het hoeft eigenlijk niet. Je mag het doen hoor. Je mag de test eruit trekken als je wil. Maar het hoeft niet. In maat 5 zit een aparte overgang. Kom je niet zo vaak tegen. Van G majeur. Via G mineur naar D mineur. En als je die test eruit trekt, dan hoor je dat verschil helemaal niet. Dus ik laat de test er toch maar gewoon in zitten, ondanks dat er -3 staat. Nou, vooraan beginnen.
Wijsvinger op 4 binnenrij. Vierde vinger op 6 buitenrij. Pink naar 7 buitenrij. 1, 2, 3. D mineur. F. Heb je hem? Majeur. Mineur. Daar kun je geen bult aan vallen. Vingerzetting is ook heel erg logisch. Althans, het kan heel goed op deze manier. Wijsvinger, vierde vinger. Ik speel nog een keer van vooraf aan. 1, 2, 3. Pink naar 7 buitenrij. Pink. En dan gaat er weer naar voren. Aan het einde zie je staan Del Signo Alfine. En dan ga je naar voren, naar waar die, het Signo staat. Die mooie krul is dat, hè? Een mooie krul. Een S'je, een streepje erdoor, twee puntjes. Dus vanaf de laatste maat ga je naar het Signo. Je speelt dan de eerste regel en je speelt de tweede regel. En op het einde van de tweede regel, bijna helemaal op het einde, zie je staan Fine. En daar stop je. Goed, we gaan spelen. Maat, het tweede stukje gaan we spelen. Einde van de derde regel. Met de pink zitten we op 7 buitenrij. Vierde vinger en weer de pink. Ja, goede oefening voor de pink. 1, 2, 3. Derde vinger. Dus Del Signo Alfine, Del Signo, begin je weer bij het tekentje en je speelt tot aan Fine. Nou, eens even kijken. Nee, er zitten verder niet zo heel veel moeilijkheden in. Maat 16. D mineur, tegelijk. C, tegelijk.
Bes. Ja. Dus maat 17. D mineur. En C. Doe ik fout. Maat 17. Ja. Oké, ik speel nog een keer helemaal door. Je kan dan eerste stem meespelen, maar je kan ook proberen om de tweede stem te spelen die ik in de bladmuziek erbij lever, zowel voor CF als voor CG. Ik ben vooraan. Ik speel nog een keer helemaal door. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prachtige, simpele melodie. Daar hou ik van. The Prayer of the Mothers. Ik ben het vergeten te vertellen hoe ik er aankom. Op 1 januari was het jaarlijks concert van het Nederlands Blazers Ensemble. En daar zat van alles in. En op het einde eindigde ze eigenlijk met een melodie. Die duurde heel lang. En die raakte me ontzettend. Dat vond ik zo prachtig. Toen ben ik er achteraan gegaan om uit te zoeken wat dat precies was. Want daar wilde ik ook wel kunnen spelen. En zodoende kwam ik uit op deze Prayer of the Mothers. Kijk ook allemaal naar het YouTube-filmpje wat er van is. Het is echt heel aandoenlijk, heel ontroerend om al die vrouwen daar te zien zingen en te zien lopen met spandoeken en voor het goede doel. Nou, ik wens jullie veel plezier ermee en veel succes ook met dit prachtige lied. Prayer of the Mothers. Tot de volgende keer.